Gemeente, we willen nog kort stilstaan bij een gedeelte van Psalm 8 en wel de versen 2 en 3 van deze psalm, waar we lezen: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Tot zover. Meten wij schrijven onder deze tekstwoorden: vroege godsvrucht. En dat bepaalt ons bij in de eerste plaats Gods grootheid. De dichter bezingt Gods grootheid. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. De tweede plaats bij Gods vijanden. Het is bezet gebied. Er wordt hier gesproken over de vijand, over iemand die wraak wil oefenen, zonder daar grond voor te hebben. Vijanden. En tenslotte lezen we van Gods dienaren. Mensen, ja, juist hier in bijzonder kleine kinderen. Kindertjes en zuigelingen, babytjes, die Gods dienaren zijn. Dus gemeente, vroege godsvrucht, dat bepaalt ons bij Gods grootheid, bij Gods vijanden en bij Gods dienaren. Het is wel bijzonder, gemeente, als je deze psalm zo leest en zingt en je bladert even terug naar de vorige psalm, of je bladert verder naar de volgende psalm, dan is dat een loflied wat eigenlijk ingeklemd zit tussen twee psalmen waarin juist nood wordt beleden. Klagen, vraagpsalmen. Het is net als een scharnier, deze psalm, tussen twee andere panelen. En daarin wordt de Heere erkend. We hebben dat vanmorgen ook gehoord en vorige week. Hè? Die drie pleitgronden in de catechismus in zondag 52. U is het koninkrijk, u is de kracht, u is de heerlijkheid. Heere, daarom kan en daarom mag ik een beroep op u doen. En vanmorgen hoorden we het. Amen. Heere, het zal waar en zeker zijn, omdat u het zegt. Omdat u zo bent. Nou, dat kun je ook in deze psalm zo terugvinden. De Heere, de lof. En gemeente, ja, ik zou bij die eerste gedachte al heel lang kunnen stilstaan, maar ik zou u willen uitnodigen om op deze manier met uzelf, maar ook als u dat die mag hebben met uw kinderen en kleinkinderen, de natuur in te gaan. Sta nou eens stil bij alles wat de psalmdichter hier noemt. Aan levende bloemen en planten en dieren, in de lucht, in het water, in de weide. En spreek erover. Ja, kijk omhoog en zeg: Heere, dat alles hebt u nu geschapen. Alles, de grote dingen en de kleine dingen. De maan en de sterren worden hier genoemd. Die hebben Gods vingers bereikt. Het is niet te bevatten, gemeente, zoveel sterren als er zijn. Zoveel sterren, zoveel melkstelsels er al zijn. Die wij nooit hebben gezien. Zo groot is het ganse heelal. Onbevattelijk. God heeft al die sterren gemaakt. Als we omhoog kijken, Heere, hoe groot is uw naam? Als we om ons heen kijken, hoe groot is uw naam, Heere? Dat kleine vogeltje, dat winterkoninkje, dat hebt u geschapen. Maar ook die grote zeearend, die hebt u ook geschapen. Dat hele kleine visje in je viskom, jongens en meisjes, als je die hebt. Of in een aquarium of in het water buiten, heeft de Heere geschapen. Ook dat kleine kikkertje. En tevens die machtige walvis. Hij heeft geschapen dat kleine sneeuwklokje. En die grote zonnebloem. Wat een variatie. Hij laat een klein miertje een hoopje maken. Maar heeft ook een reusachtige berg als de Mount Everest geschapen. Hoe groot is uw naam? Meent, in de schrift wordt heel vaak meegenomen. De Heer neemt zelf mensen mee trouwens. Hè. Denk aan Job. Ik heb hem al eens aangehaald vanmorgen. Job die een les krijgt vanuit de natuur. Job, kijk eens hoe groot ik ben. Waar was jij toen ik die walvis maakte? En ga jij nu mij ter verantwoording roepen? Nee, Job, zo kan het niet.
Weet je, dan mag een mens klein worden voor Gods grootheid. En bijzonder als je ook je kindje in je armen mag sluiten. Word je toch klein van ouders? Hebben jullie ook iets van verteld? Dat is niet te bevatten. Dat zo'n klein kindje aan jullie zorgen werd toevertrouwd. Voor het eerst en opnieuw. Heer, hoe groot is uw naam. Gemeente, als het gaat over die mensen, dan staat er in de schrift dat de Heere zeer tevreden was. Hij zag al wat hij gemaakt had en zie je, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Ja, dan komt de boze. Dan komt de boze. En die wil dat hele werk Gods kapot maken. En wil die hele schepping van God afscheuren. En hij heeft bijna zijn zin gekregen. Hij had niet gerekend op Gods genade. Dat God nog een weg zou hebben. Om mensen terug te brengen in zijn gemeenschap. Dat mensen weer tot zijn eer zouden gaan leven. Want het is waar, gemeente. Toen werden Adam en Eva werden handlangers van de boze, van de Satan. Gods vijanden, van Gods pronkjuwelen, werden ze Gods vijanden om de vijand en de wraakgierige. We gaan onze tweede gedachte, Gods vijanden. Gemeente, als het gaat over Gods vijanden, ja, dan kun je het misschien heel gemakkelijk zien in mensen die dood en verderf zaaien. Als je denkt, gemeente, aan oorlogsmisdadigers die geen mensen ontzien. Maar mensen die andere mensen het geweld van het leven beroven. Mannen die meisjes verkrachten. Dan zeg je, wat een mensen. Ja, dat zijn vijanden van God. Dat is wel duidelijk. En dat is ook waar, gemeente, dat is zo. Dat is zo. Had David al mee te maken toen hij de stad Jebus ging innemen. Toen werd er met hem gespot. Toen werd met de God van Israël gespot. Zeiden ze, de blinden en de kreupelen, die zullen u tegenhouden. Even goed onthouden, want dat komt straks weer terug. Juist mensen waar je niks van zou kunnen verwachten. Blinden en verlamde mensen moeten die de stad verdedigen. Ik hoor Rabsakee brallen bij de poort van Jeruzalem. Hij hoont God. Denken jullie dat jullie God jullie kan redden uit de machtige hand van de Syriërs? Kijk eens, meer dan 200 soldaten liggen rond de stad. U heeft geen schijn van kans. Er is nog niet één stad die wij niet hebben ingenomen. Ja, en dan zeg je, ja, dat zijn vijanden van God. En Hizkia gaat dan naar de tempel en beleidt het aan de Heere. Heer, dat hebben ze gezegd van u, uw vijanden. Kunnen het ook mensen zijn die uitwendig netjes leven voor God, die kennis hebben aan zijn woord? Kunnen dat vijanden van God zijn? Ja, gemeente, ja. Kijk maar wat er gebeurt als de Heer Jezus naar de tempel gaat. Dan verdrijft hij al die nette mensen die daar handel zitten te drijven. Kijk maar hoe hij omgaat met schriftgeleerden, zelfs met ambtsdragers. Die met de mond van alles belijden. Maar hun hart is niet recht voor God. Vijanden van God zijn ze gebleven. En gemeente, nu kom ik heel dichtbij. En nu zegt hij misschien wel stop. Oh, hier ga ik niet mee. Niemand van ons, gemeente, komt op deze aarde als een vriend van God. Niemand. Nou, dat gaat ver. Ja, dat gaat ver. Maar ik ben het niet die het zegt. Het is de Heere die het zegt. De Heere zegt, ik heb op de aarde neergezien of er iemand was die naar God vroeg, die naar mij zocht. En dat was niemand. David heeft het beleden, we hebben het vanmorgen gezongen, Psalm 51.
in zonden ontvangen en geboren. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ook die lieve babytjes die we net gedoopt hebben, die nog geen kwaad kunnen doen. Ze staan tegenover God. Ja. Tenzij. Met dit zit al besloten, dat tenzij in Psalm 8 de herschepper. U vindt namelijk deze psalm uitgelegd in de Hebreeënbrief. Daar schrijft de apostel in het tweede hoofdstuk. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd in Psalm 8 zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan komt het, dan gaat hij toepassen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Dat is nodig. Dat wij in onze kinderen de apostel leren nastamelen. Wij zien Jezus met geloofsogen, met heerlijkheid en eer gekroond, die zich vernederd heeft tot in de dood, om een weg terug te banen naar God, naar God de Vader, naar de gemeenschap met God, naar de eeuwige heerlijkheid. Ik ben de weg, zegt hij. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben het brood, het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. En ieder die daarvan eet, zal niet sterven, maar leven. Dat is een heel persoonlijke zaak, gemeente. Er is net gezongen van kind tot kind. De Heere doet het heel persoonlijk, van mens tot mens. Ja, we kunnen hier allemaal bij elkaar zitten. En dat is belangrijk en goed, dat is een gemeenschap. En we mogen met elkaar de psalmen zingen en met elkaar bidden en met elkaar luisteren. Maar het ingaan is een persoonlijke zaak. Strijd gij om in te gaan, heeft Christus gezegd. En dan wijst hij naar zichzelf. Ik ben de deur. Hij zegt, velen komen wel tot aan de deur, maar ze gaan er niet doorheen. Ze blijven ervoor. Strijd gij om in te gaan. Klop, zegt hij, op die deur. En ik zal u open doen. Het heeft u hem al ontdekt. Als die heerlijke zaligmaker. Als die beminde zaligmaker. In zijn middelaar schoonheid. In zijn bloed. Zijn bloedstorting. Tot vergeving van zonde. Dat je een diepe verwondering mocht uitroepen. Is mensenzoon. Voor mij. Voor mij. Dan ga je verwonderd worden, gemeente. Word je een verwonderd mens. Een van de laatste gesprekken die ik met broeder Van der Ree had. Volgens mij was het laatste gesprek. Ja, u weet het misschien nog wel, hè, waar hij hier aan de avondmaalstafel zat. En zo verrukt sprak over zijn verlangen om naar huis te gaan. Hij zei tegen me, kun je dat nou begrijpen? Dat de Heere zo'n raar mannetje als mij wil hebben? Ik zei, broeder, begrijpen kan ik het niet. En nu evenmin. Maar de Heere vraagt ook niet of we het begrijpen, maar of we het geloven. En of we verwonderd zijn. Daar was hij het van harte mee eens. Onze laatste gedachte, gemeente, dat worden Gods dienaren, zulke mensen.
Ja, dat worden dienaren van God. Die worden van vijand een vriend. Die worden van een tegenstander een voorstander. Die worden van een kind des toorns een kind van genade. Worden, zegt de Heer, mijn dienaren, mijn discipelen. Die gaan mij volgen in alle dingen. Gemeente, zo hebben de mensen gezongen toen Jezus de stad binnenkwam, Jeruzalem. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ze hebben gezongen, o Heere, geef nu heil, o Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heren. Hosanna betekent help toch, red toch, verlos toch, geef heil, geef verlossing. Verlossing voor zichzelf en voor een ander. En gemeente, velen zullen dat gezongen hebben met het oog op de Romeinse overheersing. Verlos ons toch van die bezettende macht. Ze zagen uit naar de Messias. Maar Jezus deed zo anders. Hij ging naar de tempel. En daar verlost hij de tempel van onheiligheid. Jullie, zegt hij tegen de handelaren in de tempel, hebben van het huis van mijn vader een kul van moordenaars gemaakt, een handelsgebouw gemaakt. En dan drijft hij ze uit. En dan komen er mensen tot hem, gemeente. Twee typen mensen. Ik lees in de eerste plaats van zieken en blinden en verlamden. Er staat vers 14... En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En hij genas dezelfde. Mensen met een handicap. Mensen die niets betekenen in de maatschappij. Die overgeleverd waren aan de bedelstaf. Die van het gegevene moesten leven. Mensen waar eeuwen daarvoor werd gespot door de inwoners van Jebus ten opzichte van David. Deze mensen, zij komen tot de zaligmaker. En wat zoeken ze, gemeente? Wat zoeken ze? Ze zoeken verlossing. Ze zoeken genezing. Ze zijn een beeld van zondaren. Van zondaren, waarvan Jezus zegt, wie meent gezond te zijn, heeft de dokter niet nodig. Maar wie ziek is, die gaat naar de dokter. En dan bedoelt hij de geestelijke ziekte, niet de psychische ziekte, maar de geestelijke ziekte van het zondaar zijn. Die komen tot mij, zegt de Heer Jezus. Die krijgen me nodig als de Heilige Geest in hen werkt. Die zoeken verlossing. Hij hield gebrokenen van harte. En hij verbindt ze hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Daar komt hij, gemeente, de armenkoning. De armenkoning. En hij genas dezelfde. En dan komt er een tweede groep. Een tweede groep, en dat zijn de kindertjes. Mogelijk, gemeente, was er een zangkoor van jonge kinderen. En ze hebben daar gezongen. Anderen denken dat het een spel is geweest. Dat die kinderen die meegenomen zijn door de ouders, dat ze hebben gehoord wat hun ouders hebben gezongen. Hosanna. Hosanna, horen we hen zingen. Net als hun ouders, net als die grote mensen. Ze zingen. De zonen Davids. En dan zijn er mensen, gemeenten, die nog steeds tegenstander zijn van de zaligmaker. Die geen heerlijkheid in hem hebben gezien. Die het allemaal al verschrikkelijk genoeg vinden dat Jezus die tempel heeft gereinigd. En dat hij hen aanspreekt op hun hypocriete gedrag. En dat hij omgaat met tollenaren en zondaren. Nou moet het niet erger worden. Nou gaat hij ook nog toegezongen worden door die kleine kinderen. Het is nu klaar. Hij moet ze laten stoppen. Zeg toch dat ze stoppen, zeggen die schriftgeleerden. Laat dat toch niet gebeuren. Ja. En wat doet Jezus dan? Jezus, gemeente, neemt Psalm 8 in de mand. En zegt, kijk eens, daar staat het.
Daar staat het. Geen sterke mensen. Maar mensen die nog helemaal niet meedoen in de maatschappij. Die hele kleine kinderen. Net als die gehandicapten. Die verlamden en die blinden. Deze kindertjes uit de mond van zuigelingen en van kinderen zal de lof komen. Die zullen mij de lof brengen. Die zullen van mij zingen. Die zullen de mond van u stoppen. Ja, gemeente, dan neemt de Heer van die kleine dienaar in zijn kamp. Die mogen het opnemen voor de zaak van de Heer. Is dat niet wonderlijk, gemeente? Die kleine kinderen, die hele jonge kinderen, waarvan Jezus had gezegd, laat ze tot me komen en verhindert ze niet, want er zulken is het koninkrijk der hemelen. Ja, we lezen er wel meer van in de schrift, van een Obadja, van een Samuel, van een David, van een Timotheus. En in de kerkgeschiedenis van een Augustinus, die wordt onderwezen door een jong meisje. Dat hem toeroept, dat hoort hij dan, tolle lege. Neem en lees. Zo gebruikt de Heer kinderen in zijn koninkrijk. Zie dat kinderen, dat je niet te jong bent om de Heer te dienen. Om de Heer te vrezen. Om van de Heer Jezus te zijn. Mag je dat ook doen? Mag je groot spreken van God? Van de Heer Jezus. Vaak worden mensen verheerlijkt omdat ze sterk zijn, omdat ze rijk zijn, omdat ze heel sportief zijn. Maar die gaan allemaal een keertje weg. Uiteindelijk zijn het allemaal zwakke mensen. Maar wie mag roemen in God, die leeft tot in eeuwigheid. Ouders, laten we daar toch steeds het accent op leggen. Het zal wat wezen als ons kind moet zeggen, papa, mama, je was altijd bezorgd voor me. Wat betreft mijn uiterlijk, wat betreft mijn schoolwerk, wat betreft andere dingen die gedaan moesten worden. Maar om mijn ziel hebt u maar weinig u bekommerd. Dat vond u wel prima. Dat zou erg zijn als kinderen dat zouden moeten zeggen. Nu of straks. De kostelijke ziel van onze kinderen. We moeten het aan het hart leggen, gemeente. En er steeds ook over spreken. Dat kinderen alleen bij Jezus het ware geluk zullen vinden. Johannes heeft ze zien staan voor de troon. Kleine en grote. Dan wordt mijn naam, zingt een dichter, met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers, ook de kleine zangers staan. De spelen op de harp en cymbels slaan. En binnen nu al mijn fonteinen wezen. Kinderen, kleine kinderen, die helemaal niets kunnen doen voor de zaligheid. Gebrekkige mensen. Die het toonbeeld zijn van krachteloosheid. Die heeft hij gered, gezaligd. En zo doet hij nog. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Amen.